Misselijk. Zou dat niet komen door die 3 slagroomtaarten van deze middag? Oei, popje, vlam, mopje. Ik weet het niet, mijn kleine zeurpiet. Oei, popje, vlam, mopje. Maar het zal wel iets met eten te maken hebben. Oei. Het is nog veel te vroeg voor carnaval, hoor, buikje. Oei, popje, vlam, mopje. Tuit, varkensnuit. Waarom doe je dat nu, Janus? Een bekeuring? Oh, ja. Zeker wel, mijn kleine snottebel. Oei, popje, blauw mopje. Wacht maar, zuurpruim. We zullen je leren. Dat is een heel klein foutje. Ik kan mij echt waar onzichtbaar maken. Zeg het nu wel, dokter. Nu beweert ze dat ze zich onzichtbaar kan maken. Inderdaad, dit is een ernstig geval van een serieuze aandoening. Wie is dat? Hoe bedoelt u, dokter? Uw mama is gek geworden. Wat? Wel, dat is wat ik dacht. Ja. Nee, ik ben helemaal niet gek geworden. Ik ben gewoon onzichtbaar. Ja, ja, kalmpjes aan. Houdt u haar even tegen, heren. Nee, laat me los. Hé, hey, laat me met... Ik ben niet gek. Dit is een schande. Een grote schande is het. En dit is een spuit. Een grote spuit. En die ga ik nu in uw poep steken. Ja, ja. Nee, niet doen! Niet doen! Ik kan er niet tegen! Help! Help! Ik ga... Kunt u dan u voorstellen? Chantal was bijna naar Canada vertrokken, gewoon omdat die Katrijn haar beschuldigde van roddel. Het kind was helemaal haar kluts kwijt. En geluk dat Chantal zo dik is met Katrijn. Anders was ze misschien wel echt vertrokken. Soms vraag ik mij af of Katrijn het wel verdient om Chantal haar beste vriendin te zijn. Ja, als je zo overdreven reageert. Dat komt toch allemaal door die Roxanne. Ja. En die heeft Katrijn dan nog laten weten dat ik haar niet meer zag zitten als model. Is dat niet een klein beetje de waarheid? Ja. Ja, maar dat heeft daar niets mee te maken, Claude. Jij werkt toch niet zo graag met Katrijn, hè? Nee, niet bepaald, nee. Want er zijn nog altijd klanten die haar per se willen als model. Is niet meer dan normaal. Katrijn is ook heel goed. Oh, by the way, hoe zit het met de verhuisplannen? Heb je al iets op toog? Ik heb nog altijd geen gebouw gevonden dat mij aanstaat. Hoe kan dat nu? De stak weet niet hoeveel leeg. Oh, Claude, waar moeit jij u mee? Trouwens, waar betaal ik u voor om hier te staan zeveren qua? Maar zeg me dan, waarover gaat dit lied? Dag iedereen! Viscom, Viscom, Viscom! Hebben zo heel hard gefoefeld. Ik mag je eens iets vragen? Ja, vraag eens iets. Weet jij nu eigenlijk wat er allemaal nog gaat gebeuren vandaag zo? Oh, joepie! Er komt zo een heel belachelijke klas! Nee. Oh, ik weet het, Geertje! Ah ja? Ja, die dient zo'n beetje om op te zitten zo. Wat nee, meneer de burgemeester. Wanneer komt de uitgerafelde van de Piliwister dan zo? Nee.